Topontwerpster Charlotte Emmerich heeft Nicolette meegenomen naar Ibiza. Hier staat een originele Spaanse finca die Charlotte omgetoverd heeft tot een prachtig vakantiehuis. Oh, wat gaaf dit. Dit is knus toch? Het is heel groot, maar inderdaad wel knus. Maar stel als ik dit gevoel naar thuis wil hebben, waar begin je mee? Ik denk dat in Ibiza vaak rekening wordt gehouden met een soort rustige basis. Mijn keuze is dan eigenlijk is om dat koude en dat moderne wel te combineren met de warme materialen, zoals de tafel en de styling items. En echt dan materialen met een verhaal. En wat ik heel sterk vind van deze hoek is dat je eigenlijk weer dat Ibiza-gevoel krijgt door die elementen, maar dat het wel modern is zoals je dat hier bij die open haard hebt gecreëerd. Deze indeling maakt inderdaad het huis modern, terwijl het natuurlijk echt een originele finca is. Ja. Ik denk dat het contrast tussen dit element en het karakter van het huis maakt het plaatje. Nou, dit is natuurlijk heerlijk, dit buitenleven. Ja, dit is eigenlijk een verlengstuk van je woonkamer. Ja. Je zit natuurlijk in Ibiza zoveel buiten dat je het huiskamergevoel ook buiten wil hebben. Oh ja, hier in de slaapkamer is wel een heel andere sfeer dan in de woonkamer. Ja, we zijn nu in de master bedroom, waarin je ook aan de balken ziet dat het een oude finca is. Dat gegeven hebben we eigenlijk weer teruggestopt in het gigantische bed van 2,40 meter. In deze ruimte hebben we gekozen voor een bohemian sfeertje. Zachte tonen, okergeel. Lichtgroen, net een beetje dat romantische maakt. Ja. Gordijntjes aan het bed en moet natuurlijk een master bedroom. Nou, dat is het wel. Wat een bed, zeg. Als je zo om je heen kijkt en met dat uitzicht erbij. Dit wil je gewoon, hier wil je wonen, hier wil je vakantie vieren. Dit is een droomhuis.